Nog bij mij horen, maar het gaat veel voertuigen hebben wel informatie. Nou is het natuurlijk wel zo dat als iemand achteraf iets inbouwt, ja, dan hebben we die informatie niet op het papier staan. Hoe zit dat met airbags? Airbags, dat zei ik net al, er zit een hele hoge druk zit erachter. En waarom zit er zo'n hoge druk achter? Omdat je moet voorstellen dat in een milliseconde moet dat ding opgeblazen zijn, want anders zit jij al met je snuffert op het stuur. Dus het is eigenlijk een kleine ontploffing en dan is die airbag in één keer vol geblazen. Gelukkig maar. Ja, heel gelukkig. Voor het slachtoffer is het heel erg prettig dat die airbags er zijn. Voor ons als hulpverlener is dat minder. Want soms wordt die airbag op de een of andere manier niet geactiveerd. En als jij daar de voertuig in gaat als hulpverlener, dan heb je dus kans dat die airbag tegen jou aan knalt. En zo zijn er al meerdere hulpverleners, brandweermannen, overleden door de airbag. Overleden zo? Ja, inderdaad, correct, overleden zelfs. En dus hebben wij allerlei verschillende systemen om die airbags uit te schakelen. Helaas heeft de leverancier nog niet een schakelaar geleverd, waarmee je met één druk op de knop alle airbags uitschakelt. Maar mogelijk dat het ooit in de toekomst, in 2093, dat dat er misschien nog niet in komt. Dan ben jij met pensioen. Maar ik hoop wel dat ik daar met pensioen ben, maar gezien de huidige verkeering weet ik niet zeker. Nou, het vak is zo'n beetje nu rondom losgeknipt. Okay. We gaan nog twee knipjes aan de voorkant geven om de boel te verzwakken eigenlijk. En dan gaat die dak heel mooi naar voren klappen. Dat is zeg maar nog een beetje als een beetje voorgebouwd. Precies, als het goed is geef ik al een klein klapje op. Soms in het land zie ik er wel zitten een bezemstel voor gebruiken. Ja, hij doet dan niet. Ik doe anders. Ja, wij doen alles anders. Toen zijn we een beetje anders. Maar ja, dit is er helemaal van. We kunnen wel even de moed van mee worden. En als ik ook achter me kijk, en dit is alvast de volgende attractie, zie ik alweer dat daar een pannetje met vet staat. Lekker. Lekker hoor, een pannetje met vet. Oeh, dat heeft ook straks mooi in plan. Dus als we hier klaar zijn, straks met z'n allen verplaatsen naar de andere kant, waar de volgende pan alweer klaar staat. En dat is een mega grote steekpan. En die gaat ook straks plaatsvinden. Dus blijf erbij. Wat zie je daar? Pak hem aan. En ik doe je, inderdaad.